En nu de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Aan het begin van de avond zal het lokaal tijdelijk bewolkt zijn. Naarmate de avond vordert zal de bewolking toenemen met kans op enkele geïsoleerde regenbuien in het binnenland en langs de kustlijn. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich plaatselijk nevel en of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen, zaterdag 16 december, tijdens de morgenuren is het tijdelijk bewolkt met zonnige perioden. Reeds in de vroege middag zal er een toename zijn in enkele lokaal lichte tot soms matige buien die soms gepaard gaan met onweer en windstoten. Deze zullen zich in de vooravond geleidelijk verplaatsen naar het zuiden van het land. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen het af en toe lokaal winderig zal zijn. In de middag is er kans op soms kortstondige zware onweersbuien.